gescheurde voorste kruisband is eigenlijk de ergste blessure die je als voetballer kan krijgen. Misschien is het beter als je niet meegaat met wegbrengen. Kom eventjes. Hey! Hi man. Daar ben je. Ik denk dat ik langzaamaan een beetje ga kijken naar een plekje voor mezelf. Daarom dacht ik dat Danny Kim misschien een beetje kan helpen met de overgang naar de gewone wereld. Nou, dat weet ik niet hoor. Ik ga ook gewoon studeren, dus ik krijg het best druk. Ik ben afgewezen. Hè? Voor de Rietveld. Ik ga nu zelf beslissen wat ik wil doen en jij gaat je daar niet mee bemoeien. Lieke. Heb je definitief besloten dan? Mm-hmm. Archeologie. Hé man, je moeder die is conrector. Gefeliciteerd man. Dank je liever. Ik was helemaal vergeten hoe groot het was. Misschien een paar tennisbanen aanleggen. Oh, het is van ons. Oh, dat is toch niet te geloven. Het is echt helemaal van ons. Kom maar even zitten. Danny kan toch zelf zijn cola halen? Maakt het nou uit? Ik doe het graag. Ik liep toch al naar de keuken. Erik, kun je alsjeblieft komen? Papa. Jij wilde toch altijd dat hij naar een bejaardenhuis ging? Nou gaat hij naar een plek waar er goed voor hem wordt gezorgd, is het weer niet goed. Zoals u ziet moet deze woning nog worden leeggehaald. Hij is pas net vrijgekomen. Zeker net de pijp uitgegaan. Oh. Het is natuurlijk niet leuk als je vriend ineens een hartstilstand krijgt. Ik heb dringend de ambulance nodig voor mijn vader. Ik merk gewoon dat het niet werkt. Dat jij ook weet dat het niet anders kan. Ik heb besloten dat het beter is als wij... Het uitmaken? Ja. Moest jij niet naar Hanna vanavond? Het is uit. Ja? Ja. Nou, maar wat nou als ze mij niet leuk vindt? Je moet dat gewoon tegen haar zeggen. Anders zit je straks in Arnhem en dan krijg je spijt. Nou, wou ik je ook even zeggen dat ik je heel leuk vind. Heb jij zijn nummer? Ja. Nou, dan bel je hem toch? Wat? Ik bedoel, het is toch niet meer van deze tijd dat je moet wachten tot hij belt? Heb je misschien zin om vanavond iets af te spreken? Even stil. Jeroen wil graag even bidden. Als ik bijvoorbeeld echt één ding gemist heb het afgelopen jaar, dan is het echt samenwerken. Maar dat betekent natuurlijk wel een beetje meebewegen, hè, hierna. Ja, ik heb er echt zin in.